Thank you.
is zo hoog. En dan gaan wij over naar de DBO Euro Tour Benetton. Leuk luisteren. Test. Een hele goede avond. Het is eindelijk weer zover. Er is eindelijk weer Korenbellik. Pardon. We hebben zojuist de ploeg van Dalto Driebergen op zien komen. En nu is het moment daar dat de mensen vanuit BVO Bennekom, Accountor, het veld betreden. In de livestream zelf is te zien wie er precies het veld op komt. Dus ik zal dat niet meer begeleiden met mijn stem. We hebben er een tijdje op mogen wachten, maar nu is het toch eindelijk weer zover. We kunnen weer genieten van een lekker potje korfbal. Zoals we het liefst te zien in de zaal. Alleen het verschil dit jaar is, het is een internationaal gebeuren geworden. Bij de kant uit Driebergen zien wij een Taiwanese dame of twee. En bij DVO is dit ook het geval. Ja, en dit is toch wel interessant om te zien. Dennis Brunt vorig jaar nog aan de kant van Dalto Driebergen. Dit jaar aan de kant van DWO. En net als Marvin Tonen zat hij niet in het eerste en bij DWO opeens wel. Nou, we gaan het zien vanavond hoe die jongens zich gaan laten zien bij hun oude clubje. De wedstrijd staat onder leiding van Peter van der Terp en Auke Wiering. En zoals te zien is, de hal is goed gevuld. Het entreegeld voor de thuissupporters is eraf. Dus toen dacht waarschijnlijk het gros van de mensen, we gaan er weer voor. Zoals te zien is, het staat gewoon weer rijen dik van links naar rechts. Zoals het hoort in DVO. In de DVO accountorhal vanaf heden, dus ze onthouden het allemaal. Nou, de scheidsrechters krijgen netjes een handje van iedereen. Nou, de confetti komt het veld op. Dat is ook een tijd geleden dat we dat hebben kunnen zien. Dus we zullen nog een momentje moeten nemen voordat het begint. Het begint zo onderhand een ritueel te worden voor de mensen in Bennekom dat de confetti om de oren vliegt. En het geweldige maart. De confetti van ons en een bedankje aan de supporters van de supportersvereniging. Aan onze sponsoren van het afgelopen seizoen. En de sponsoren zijn belangrijk. Sorry bij deze benoemd. En hartelijk bedankt voor hun diensten. We hebben van de week de verwachtingen voorbij kunnen zien komen op nlkorfbal.nl van verschillende grote namen uit de korfbalwereld. En het is opvallend dat eigenlijk iedereen wel redelijk met elkaar eens is. Dalto en DVO worden niet hoger ingeschat dan de zevende plek. Dus dat belooft wat voor deze wedstrijd. Misschien niet het allerbeste korfbal van het seizoen. Maar het zal zeker een interessante pot korfbal worden. Ook leuk om te zien is dat er aan de kant van DVO gelijk de Taiwanese aanwinst in de basis begint. Bij Dalto is dat volgens mij niet het geval als ik goed kijk. Nee, tot zover zie ik drie Hollandse dames lopen. Dan moeten we nog eentje verstoppen. Ja, het is nummer 11. Anouk Wezendonk-Brouwer. Al met al hebben beide selecties nogal een facelift ondergaan. Er zijn veel namen uitgegaan, nieuwe namen bijgekomen. En de vraag is maar of allebei de selecties erop vooruit zijn gegaan. Aan de kant van DVO missen wij natuurlijk Hester Heiting, Jos Rozenboom. Ja, en ga zo dan maar door. Dat zijn voor nu eventjes de namen die mij te binnen schieten. En aan de kant van Dalto mis ik zo Barbara Brouwer en Jesper Oele. Dat waren twee mensen die de wedstrijd konden maken of breken. Ja.
En aan de kant van Dalton missen we natuurlijk Jelle, de sloper, zoals ze hem daar noemen. Die is teruggegaan naar zijn oude club, volgens mij. Die is teruggegaan naar Tempo. Nou, dat zijn zo al een paar grote namen die korfballend gezien de toon zetten bij de ploegen. Ja, en dat maakt het ook wel weer leuk voor deze nieuwe mensen om op te staan en te laten zien of zij die rol kunnen overnemen. Ja, ze zullen wel moeten vanavond. Het is nogal een kraker, zeker hier in de buurt. Het zijn in de Korfbal League de buren van elkaar. Nou, we zien de scheidsrechter het eerste fluitsignaal geven van jongens, verzamelen, ik heb er zin in, ik heb de goede bril op. Hier onder mij gebeuren de gebruikelijke teamrituelen, een handje klap hier, een handstand daar. Iedereen spreekt elkaar nog even ontmoeten, alsof dat nog niet voldoende was met zo'n goed gevulde hal. Een lekker muziekje, iedereen die er zin in heeft. Nou, ik zie nou... Dennis Brunt voor zich uitkijken en die heeft het gezicht op oorlog staan, dus die ga ik een beetje in de gaten houden. Het zal mij benieuwen. Ja, en met ingaande dit seizoen mogen de coaches 8 keer wisselen. En dat betekent dat we dus kunnen zeggen dit worden de vakken. En het kan ook zomaar zijn dat de vakken over een kwartiertje compleet anders zijn. Want erin en eruit wisselen is nu een stuk makkelijker geworden voor beide coaches. Draagt ook bij aan een stukje tactisch inzicht. Persoonlijk vind ik dat een goede ontwikkeling. Hier gelijk DVO in de aanval. Wordt er gefloten voor doordringen. Naar mijn idee was er geen contact, maar de assistent keek gedecideerd zijn scheidsrechter aan. En die neemt dat netjes over. Hier Dalto in de aanval. Het baltempo zit er aardig in. DVO laat... Laat goed vrij. Hier de eerste overtreding van DVO Accounter is een feit. Het is gelijk Huang met de overtreding in de rug. Ruder Schulting gaat staan voor de vrije worp. Nou, wat mooi recht geschoten. Gelijk het eerste doelpunt voor Dalto in het nieuwe seizoen. Die schieten in ieder geval 1 uit 1. Als ze nou stoppen hebben ze 100%. Dat is netjes. Romy Teunis aan de bal op Janine. Hier van de voorbeeld met het schot. Raakt geen eens korf, dus geen nieuwe seconde erbij. Van Haren onder de paal. Met de bal. Nou, wordt uitgespeeld door Van de Goorberg. Die mag herhalen. En de tweede zit er feilloos in. Netjes gespeeld. En het ziet er dan heel simpel uit. Hier het andere vak van Dalto in de aanval. Het begon verdediging, maar dat hoeft niet per se te zeggen dat ze minder goed kunnen aanvallen. Hier Anouk Wezendonk op zoek naar haar plekje in het vak. Krijgt de bal niet. Wel het eerste schot vanuit dit vak. Overtreding gezien onder de paal. Maarten Groot-Hulsen met het eerste schot. Raakt wel de korf. Maar de secondes kunnen ze niet gaan gebruiken voor een nieuwe aanval. Van de Goorberg die de bal diep het vak inbrengt. Dus er zijn waarschijnlijk afspraken over gemaakt. Hier Brunt met de bal op Tome Hoek. Hier Huang met haar eerste schot. Geen korf. Dat is spijtig als je ziet dat er nog 10 seconden zijn. Tweede schot. Wel een korf. En een doelpunt. Nou, dit is een aardige binnenkomen zo voor die dame. Ik weet niet wat we van haar moeten verwachten, maar dit ziet er alleraardigst uit. Hier Wezendonk weer in de aangeef. Met punt in de punt. Maakt daar de overtreding. Het zal doordringen zijn. Dat mogen we aannemen. Huang op Tome. Op Hoek. Hoek van achter de korf. Geen korf. Ja, dat mag je eigenlijk niet gebeuren op dit niveau. Tome voor hem. Altijd dynamisch. Altijd aan het zoeken naar het gaatje. Kan hier aanleggen. Raakt wel een korf, Brunt met de dynamische rebound. Doet hij goed. Brunt kent de tegenstander natuurlijk als geen ander. Is hier een beetje onhandig bezig en fluit Peter van der Terp netjes af. Moet hij gewoon niet doen, gewoon eromheen. Hier Groot-Hulsen voor in het vak met punt.
samen met Bos en Wezendonk. Bos op punt, op Wezendonk, die schiet. Ja, kan niet doorgefloten worden, dat is helaas. Wel een vrije worp voor Dalto, BNAPP.nl. Het is een beetje zoeken hoe je dat uitspreekt. Een vrije worp voor Groot Hulze, die daar ternauwernood geraakt wordt. Ja, wel geraakt wordt blijkbaar. Van Haren die aan de paal zit, zegt de scheidsrechter. Nou, geen protest, dat zal dan wel zo geweest zijn. Groot Hulze dan met zijn eerste doelpunt van de wedstrijd, hoogstwaarschijnlijk. Ja, netjes gedaan. En zo gaat het in de eerste 2,5 minuut netjes gelijk op. Is de stand 2-2 en mag het vak van Goorberg weer gaan aanvallen. Krijgt hij goed druk hoor, van punt. Wordt volgens mij ook nog even geraakt. Raakt ook de korf, dus dat is prettig. Als er niet gefloten wordt voor de overtreding, kan nog een keer aanleggen. Raakt alleen de korf nu niet. Brengt Dalto de bal naar het aanvalsvak. Hier een schot van Dalto, raakt de korf wel. Juan gaat als een stier op die bal af. Verspeelt de bal dan, alleen kan de bal nog wel weer heroveren. De paas is een beetje slordig. En ik kreeg ingefluisterd dat er een technische mededeling was. Ja, dames en heren. Nu zijn jullie misschien aan het doodgeschrokken toen er opeens een gigantische Marijn van der Goorberg en een gigantische Danling Wang in beeld kwam. Dat gaan we uiteraard proberen te verhelpen. Dat is een technisch mankementje. Een mooie goal van Janine trouwens. Ik heb eventjes de stilstaande plaatjes erbij gepakt. Als het goed is, komen we zo meteen in beeld. En ik ga in de rust even kijken of ik ook de bewegende plaatjes weer kan repareren. Ondertussen geef ik het woord aan Rien, want die zit er goed in. Ja, de sfeer zit er wel aardig in. Maar dan volgens mij vooral aan de kant van Dalto Driebergen. Die hebben mooi gekleurde supporterscharen meegenomen. Aan de kant van DVL houdt het groen niet over als ik zo een rondje maak. Ondertussen zagen we het eerste doelpunt van Janine van Schie. Dit seizoen. Kan ook zomaar zijn in de korrebel league, dat weet ik niet van vorig jaar. Ondertussen van de Goorberg die de paalzone opzoekt, scoorde daar toch in voorgaande aanval. Met Van Haren voor in het vak. Samen met zijn dames vallen Van Haren en Groot Hulze over elkaar heen. Wordt er gewoon doorgespeeld en dat kan gewoon. En heeft Dalto ondertussen de bal onderschept. Hier het vak van Dico de Jager. De Jager zelf met de bal onder de paal. Wordt hier door Roek goed verdedigd, de dame van Dalto. Schulting met het schot. Netjes hoor, dat is een goed schot. Gaat Tome hier het rebound duel aan. En dan is Marlies Dingemans boos. Maar ja, die bal was natuurlijk nooit vast. Hier van Schie, misschien met de tweede. Niet met de tweede, wel met de korf. Dat is belangrijk, kan hier opgelost worden tussen Van Haren en Teunissen. Van Schie voorin te vinden. Allebei de aanvallers hebben nou een doelpunt op hun naam. Van de Goorweg met zijn tweede. Nee, nog niet met zijn tweede. Maar dat zal niet lang meer duren als dan Van de Goorberg ligt. Wordt hier de bal geraakt. Komt Van de Goorberg alsnog vrij. Raakt weer de korf. Geen rebound. Had daar Wezendonk de bal al vast. En dat is correct gefloten. Legt nou het een en ander uit aan Groot Hulze. Die begreep blijkbaar iets niet. Is de lucht weer geklaard voor beide. Kunnen ze door. Nog even een ja-okeetje. En kan Dalto weer de aanval in. Hier Schulting. Met Dingemans. En Alblas die nou in de aangeef komt, krijgt de bal niet. Staat er wel goed op tijd. Hoek met de rebound. Ja, u hoort het echt. Hoek met de rebound. Dat is ook niet de eerste persoon die je verwacht daar. Teunissen pikt de bal op in het aanvalsvak voor DVO. Hier van de Goorberg die Teunissen goed uitspeelt. Kan in één keer weg schieten en maakt hem ook. Volgens mij is dat het eerste schot van Teunissen, is het niet? Ja. Dat is de eerste schot van Teunissen. En zo is het gaatje van 2 en 5 voorlopig voor DVO. Verspeelt Dalto voorlopig de aanvallen nogal slordig. Wordt er nu gezocht naar een degelijke aanval. Punt voorin, maar vergeet Hulze met doorbraak en wordt nu verdedigd door Van Haren. Al dus de scheidsrechter. Het is aan een ieder om daar een oordeel over te vellen. Ik ben het er wel mee eens eigenlijk. Blind met een goede bal naar achter op Fleurhoek, die legt hem erin. 5-2 is het ondertussen. Hebben we nog 19 minuten te spelen in de eerste helft. Hier het vak van Groot Hulze weer. Groot Hulze maar in de steun. Die dacht de doorbraak is niet mijn ding. Ik ga wel ondersteunend spelen. De rebound met Van Haren kan nog een interessant duel worden. Hier punt wordt gehinderd. Goed gezien door Van der Terp.
krijgt een arm in de zij van Van der Goorberg. Groot Hulsen met zijn tweede vrije worp. De eerste ging erin, als ik het goed op het houden. Hier Van der Goorberg die net niet de bal aanraakt. En als we Groot Hulsen moeten geloven, heeft hij wel zijn hand geraakt. Nou, maar die maakt die bal, dat moet hij dan maar voor lief nemen. Van Schie voor in het vak met Teunissen. Hier zien we toch de dames aanvallen. Dat zagen we vorig jaar iets minder bij DVO. Ja, is dit rebound-duel gewoon prima. Lopen ze een beetje tegen elkaar op. Dat kan gebeuren. Zo krijgt Dalto toch nog genoeg de bal om niet het gaatje van 2 toe te hoeven laten. En zien of ze dat nu naar 1 kunnen tillen. Nou, de korf wordt naar mijn idee niet geraakt. Wordt ook niet geteld. Raakte wel de paal. Ja, wat dat betekent over je schot. Ja, vul maar in. Hier dan Schulting met het schot. Veel beter schot. Niet de korf. 3 seconden. Ja, en het doelpunt van Pico de Jager. Zo benutten ze daar de volle 24 seconden. Er was nog 1 seconde op de klok ongeveer toen die bal er doorheen ging. Hier van Schie werd geblokt door Wezendonk. Ja, en als je dat weet, dat je je tegenstander kan blokken, dan zou ze nog wel vaker druk gaan geven daar rondom die korfzone. Hier wel de korf, weer door Schulting. Zolang die jongen kan herhalen, zal zijn doelpunt ook wel gaan vallen. Hier het schot van Dico de Jager. Schulting weer, nou dat zal zo gauw het derde schot binnen 10 seconden. De Jager weer. Het scheelt allemaal maar een haartje daar aan het Dalto-vak van Schulting. Ja, die staat nou ook met de armen wijd van, ja jongens, wat moeten wij nou nog meer doen? We hebben 4 schoten gelost. Hier tonen ze in de steunen van de Goorberg, schiet hem netjes hoog weg, raakt alleen geen korf. Is er een overtreding gezien door de assistent scheidsrechter, als ik de scheidsrechter goed bekijk. Geeft daar direct een vrije worp voor, Teunissen met de bal. Loopt de dame van Teunissen te vroeg in, mevrouw Bos. Mevrouw Bos van achter, ja, mag daar natuurlijk weinig doen. En maakt Teunissen netjes die vrije worp. Al met al zien we niets effectiever DVO dan Dalton, maar aan de kansen aan zich ligt het niet. Dat gaat nog aardig gelijk op. Hier gaat Hulsen met de bal. Wezendonk zoekt de ruimte om in de aangifte te komen. Dat lukt niet. Is hier een interessant rebound-duel met Van der Goorberg en Punt. Nou, ik denk dat Punt niet veel rebounds gaat winnen van Van der Goorberg vandaag. Ik denk dat dat toch echt de taak wordt voor Groot Hulsen, als ik eerlijk ben. Maar we zullen zien. Punt is een speler die nog redelijk onbekend is in de Korfbal League. Onderschept Dalton ondertussen de bal. Kan Punt het laten zien dat hij wel kan rebounden of hij gaat gewoon lekker in de aanval spelen. Nou, het tweede is het geval, krijgt hij de bal. Twijfelt even, dan kan hij hem niet wegschieten. Ziet wel een dame vrij staan achter de korf. Scheelt ook weer een haartje. Wordt Groot Hulsen hier gehinderd in de rebound. En was het Paula Bos die daar bijna het gaatje weer naar 1 tilde voor Dalton. Wezendonk met de bal naar Bos. Gaat Dalton weer rustig opbouwen. Eens kijken naar die goede kans, verwacht ik. Nou, dit is wel een aardige kans, maar er staat nog een dame onder te rebounden. Die maakt zich alleen niet druk om de bal, dus kan de Groot Hulsen de bal gewoon oppikken. Hier Bos weer met de bal. Punt in de steun. Nou, de heren onder de korf allebei. En Wezendonk met het schot raakt alleen geen korf. 10 seconden, nu komt er toch een beetje druk op die aanval. We zullen Punt wel het schot zien forceren of misschien zelfs de doorbraak als ik de druk van Marijn van der Goorberg zo zie. Nee, dus schiet hem gewoon en raakt de korf. Dat was helemaal geen gek schot, scheelde eigenlijk ook weer gewoon maar 10 centimeter of zoiets dergelijks. Hier Juan aan de bal. Al met haar doelpuntje op het zak, dus die zal lekker in de vel zitten. Fleur Hoek van achter de korf waar we er vaker zien. Denkt Juan hier een overtreding tegen te krijgen, maar ze was stiekem gewoon te laat. Laten we het niet te hard zeggen. Maar dat was natuurlijk geen overtreding. Wezendonk die de bal opbrengt naar Bos. Gaat Groot Hulsen de paalzone verlaten, Punt de paalzone verlaten. Wezendonk onder de paal. Komt hier wel vrij, maar krijgt de bal rotter aangespeeld. Groot Hulsen met de doorbraak, krijgt hem niet lekker bij Wezendonk. Ja, en zo sta je op 5 seconden in de hoek van het veld. Zonder een aangeef staat Wezendonk wel opeens vrij. En rebound van de Goorberg daar netjes. Maar dat was een aanval zoals Jorrit Bergsma ze niet graag ziet, ben ik bang. Hier Hoek voorin met de bal, met Huang. Die schiet, raakt wel de korf, dus de seconden zijn in ieder geval binnen. Brunt met een makkelijke rebound. Tomen met een doorbraak, wordt daar geraakt naar mijn idee. Vindt de scheidsrechter ook.
Huang is er maals te blij met dat er een strafworp voorbij komt. Nou, dan gaan we zien of Tomen net zo cool is als Groot Hulsen als het komt op de 2,5 meter. Nee. En ook niet zo'n klein beetje ook. Loopt hier in een poging zijn strafworp goed te maken. Je zou dan denken, neem een beetje rust. En bouw gewoon een goede aanval op. Maar ik snap het ook wel, dat wil je gauw goed maken. Op dit niveau kan je ook geen 2,5 meter laten liggen. Hier Wezendonk. Groot Hulsen die toch maar ondersteunend gaat spelen. Punt die niet meer de rebound opzoekt. Met een aardig schot raakt alleen geen korf. Zijn we hier alweer beland op de 7 seconden. Ja, speelt ze de bal onbenullig uit. Zit Van Schie hier dichtbij. En Groot Hulsen die de bal gooit. Punt. Is te laat weg dat schot. Al zat hij, was hij dus niet geteld door Van der Terp. Gaat Van der Goorberg de bal het aanvalsvak inbrengen. Tomen waarschijnlijk zoeken naar dat doelpuntje die hij heeft laten liggen. Gewoon met een mooie actie. Hier was de bal daar naar mijn idee niet los. Volgens Van der Terp wel. Dus dan wordt het niet gefloten. Spelen we lekker door. Ondertussen is er weinig gestoord. Het is nog steeds 6-4. De 14e minuut zagen we net voorbij komen. Hier Groot Hulsen. Zoek het naar een opening tegen Van Haren. Van Haren maakt het hem als te moeilijk. Krijgt vervolgens de bal dan precies op het moment dat hij de actie naar binnen maakt. En dan zitten we hier alweer op 4 seconden. Dit vak gaat toch moeizaam. Het loopt niet lekker. Het schot kan wel goed zijn. Ja, het scheelt weer verrekkers weinig. Is Groot Hulsen nu eens even aan het vertellen hoe het hoort in zijn vak. Ik hoop dat het effect heeft voor hem. Want dit soort aanvallen ga je de oorlog niet meer winnen. Hier Wang in de aangeeft, geen rebound gezet. Brunt denkt, ja, ik sta de hele tijd eronder, laat mij eens aanvallen. Nou, die wil het dan wel proberen tegen zijn directe tegenstander. Nou, raakt de korf, maar dat had hij beter niet kunnen doen. Onder de korf was hij sterk, won hij veel. Maar 1 tegen 1 tegen Dico de Jager, doe maar niet. Hier Van der Goorberg weer. Is er een overtreding gezien door Van der Terp? Persoonlijk heb ik het even gemist. Wezendonk zegt, ben ik het echt? Ja, je bent het echt, zegt hij. Nou, daar kan ze zich dan wel bij neerleggen. Dat is wel prettig. Heeft hij het goed gezien? Ja, en zo gaan de aanvallen van beide teams momenteel vrij snel voorbij. Never change a winning team. Nou, als Brunt onderstaat ging het voorheen eigenlijk wel goed, die aanvallen. Veel doorbraken gezien. Hier zien we Wang doordringen. Die begrijpt het niet. Zal ik wel een beetje theater bij aan de kant van Dingemans. Maar ja, als je het niet laat zien, wordt het voor de arbitrage ook een beetje lastig. Valt te proberen. En als ze fluiten heb je mooi het vak uitgewerkt. Hier dan Punt nog steeds in de aanval. Het is nog steeds dit vak wat aan het aanvallen is. En Groot Hulsen vangt de bal niet. Ja. Ja, zoals al gezegd, het zullen niet de nummers 1 en 2 van de league worden. Maar zoals er nu gespeeld wordt is het natuurlijk ook niet nodig. Beide teams maken het elkaar wel moeilijk. Maar het lijkt me slim om dan gewoon terug naar de basis te gaan. Het even neer te zetten en kijk, zoals dit is wel netjes. Tomen achter de korf, raakt alleen geen korf. Dat is dan weer jammer, hè. Hoek raakt de korf wel, maar dan pakt Brunt de bal niet. Het was toch volgens mij reboundbaar. Hier het vak van Punt weer, samen met Groot Hulsen. Wezendonk komt niet in de aangeef, wordt afgeblokt door Van Schie. Zit Teuns hier bijna ertussen. Zijn de dames daar een beetje aan het dimdammen. Dat zal allemaal wel loslopen. Groot Hulsen dan uiteindelijk maar met het schot. Raakt wel een korf. Maar het was niet het beste schot uit zijn carrière. En werkt vervolgens Gilbert Punt de bal over de lijn. In een poging om binnen te houden. Is het weer de kans aan DBO. Met Brunt onder de paal. Nou, een tolletje zou ik zeggen. Daar sta je weer waar je hoort. Helemaal goed. Huang in de aangeven. Ik heb toch leuke acties van gezien. Die zie ik toch liever voorin. Maar dat is misschien omdat we er allemaal nog niet zo goed kennen. Hier het schot van Tomen. Helemaal niet verkeerd. Krijgt Brunt de bal mee. Van onder de paal. Die zal wel iets afgehouden zijn. Ja, daar is het gebaar van Van der Terp. Dan kan DVO weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Met Huang zwervend om de paalzone heen. Heeft hij wel de bal. Is niet een van de grootste dames. Dus die moest daar goed de best doen om die bal te vangen. Tomen met het schot. Ja, dat is ook geen goed schot. Hier dan Huang van dichtbij. Dat is wel een aardig schot. Dat is een beter schot. Alleen wordt niet gerebound. Brunt aan de voorkant. Twee heren van Dalto aan de achterkant. Ja, dan hou je hem niet over. Hier Wezendonk weer met Punt. En Bos. Nou, Groot Hulsen. Ja, Groot Hulsen. En Punt weer.
zullen we zien dat Bos hier eromheen snijdt. Wordt goed afgehouden weer door Teunissen. Dat doen die dames daar best wel aardig. Duurt het best wel lang. Zijn we alweer in de 7e seconde van de aanval beland. Een beetje het theater van Groot-Hulsen daar onder de paal. Hier punt met een creatieve poging en raakt daar de korf. Nou, als het op die manier moet, dan maar op die manier. Kunnen ze weer gaan bouwen. Hier hebben we punt met een prima bal. Wezendonk kan hem in één keer wegschieten. Raakt alleen geen korf. Heeft Groot-Hulsen wel de bal. Wil het duel wel aangaan met Van Haren, maar met dat hij geraakt wordt, laat hij toch echt zien dat hij geraakt wordt. Hier het schot van punt. Raakt weer geen korf. Het wordt toch zo ondertussen is tijd om iets te doen in dit vak, want het schiet niet op. Nou, met dat hij het zegt, zul je het zien. Maakt Groot-Hulsen uiteindelijk zijn tweede doelpunt naar mijn idee. Derde doelpunt. Nou, dan kan je zeggen dat Groot-Hulsen qua score 10 draagt. Heeft hij al meer dan de helft op zijn naam staan. Hier Hoek. En heeft Van de Terp een gele kaart gezien voor de coach van Dalto, naar mijn idee. Ik kan het niet goed zien. En gaan de secondes opnieuw. Het gebeurde allemaal onder ons, ik weet het niet zeker, maar er is een gele kaart uitgedeeld. Waarschijnlijk aan de coach van Dalto. Daar kunnen we bijna wel van uitgaan. Ondertussen, kan niet anders zeggen dan een kansloos schot vanuit de OVO. Geef de scheidsrechter net aan dat je 25 seconden hebt, is dit natuurlijk niet nodig. Bos achter de korf, hier punt. En een vrije worp gefloten tegen een dame. Teunissen houdt af. Al dus Van de Terp. Nou, Groot-Hulsen hebben we al eens een vrije worp zien scoren. Eens kijken. Dit is dan uiteindelijk zijn vierde doelpunt. Staat het weer 6-6. En begint de score aan de kant van Dalton weer een beetje te lopen. Hier het vak van Haren, wat eindelijk weer mag aanvallen. Die zullen wel staan te trappelen. Voornamelijk Van de Gorberg, die heeft een meer aanvallende rol gekregen. Is hier wel een pijnlijke misser hoor, die doorloopbal. Hij stelt het bijna dan met de korte kans van Schie. Goeie actie, goede doorbraak naar binnen. Maar de afronding laat wel een beetje te wensen over. Hebben we hier Huang in de verdediging samen met Schulting in de aangeven. Hier het schot vanuit Dalto, raakt wel een korf. Hebben alleen geen rebound over. Daar schoot Dingemans toch net iets te kort. Van Haren met Van de Gorberg. Van Haren in de steunende rol. Het is wel een beetje zoals we het vaker denk ik gaan zien in dit vak. Gorberg voorin, zoekt naar het schot. Komt nu pas los, draait in met dat hij hem vangt. Schiet hem netjes binnen. Ja, en zo laat Van de Gorberg toch wel zien een belangrijke kracht te zijn binnen dit DVO. En op dit moment eigenlijk gewoon een van de grote namen binnen DVO. Klopt al een tijdje op de deur bij het grote Oranje. Is nog niet definitief doorheen. Maar zolang die dit vol kan houden zal dat wel eens gauw kunnen gebeuren. Hier Dingemans met een soort van rebound. Hier een doorbraak vanuit DVO. Gezien juist doordringen. Netjes gefloten. Ja, zo zien we aan de kant van Dalto gewoon dat het moeizaam gaat. En dat is eigenlijk niks anders dan dat het bij DVO ook gaat. Het is nog moeizaam, er is veel strijd. Hier staat Van Haren dan vrij als het goed is. Ja, gooit hem netjes omhoog hoor, dat doet hij helemaal goed. Mag net zo lang totdat Gilbert Punt beslist om echt druk te gaan zetten. Stap vervolgens in. Nou, uiteraard wacht hij even af of hij geraakt wordt, anders zou het een strafworp geworden zijn. Werd het niet. Zien we hier een wissel. Wordt Marvin Thome naar de kant gehaald. Bob Gerritsen het veld in. Ook een bekende naam. Vorig jaar nog bij OVO acterend. Nou, dat kan je als we eventjes naar kijken naar de stand in de hoofdklasse tegenwoordig niet meer beter doen. Dus dat is maar mooi dat hij dan hier mag spelen. We zullen zien wat hij gaat toevoegen in de aanval bij de VO. De aanval die al zo moeilijk liep. Is hier punt die dan, een aanval die moeilijk loopt, punt die de bal dan weer moeilijk vangt. Zien we hier Bos in de aangeef, punt die ook niet echt lekker grip lijkt te hebben op de vloer bij DVO. Komt ook niet los van de Gorberg, nu wel er langs. En van Groot-Hulsen, Maarten Groot-Hulsen met het schot doet hij heel netjes. Voorlopig aan de kant van Dalto, de enige man die echt doelpunt op zijn naam aan het zetten is. Hield in het begin niet over qua efficiëntie, maar dat heeft hij blijkbaar nu te pakken. Hier Huang voor in het veld. Durft niet te schieten van zo'n afstand. Hoek zegt, nou ik durf dat wel. En Gerritsen met de rebound. Zal Bruntes voorin te vinden zijn nu. Zoals we dat gaan zien.
En Hoek met het schot, ja, dat gaat er kort. Dat is niet zo'n beste poging. Probeert het alsnog. Wordt uiteraard verdedigd, makkelijk. Moet je ook niet doen. Groot Hilsen voor in het vak. Samen met Bos. En Punt. En Wezendonk. Eigenlijk het vak wat we 60-70% in de aanval hebben gezien bij Dalto. Hier het schot van Punt raakt de korf. Nou, dat is in ieder geval wat, zou je denken. Mag het nog een keer proberen. Maar Groot Hilsen denkt, ja, dank je de koekoek. Ik heb er al een paar in liggen. Ik zal het wel even voordoen. Nou, zo bewijst Groot Hilsen toch ook mijn ongelijk. Ga maar onder de korf staan. Nou, nee. Zolang het zo gaat, zouden die inderdaad beter voorin te vinden kunnen zijn. Maar dan is Punt misschien niet de speler die je als steunende heer zou willen hebben. Allicht Punt beter in de verdediging. Volgt hij Van de Goorberg op zich goed. Wordt geraakt, maar zeker geen doordringen. Laat Van Haren de kans achter de korf liggen. Ziet Van der Terp een overtreding vanuit Dalto. En Groot Hulsen begrijpt dat niet zo goed. Maar is ondertussen de vrije worp wel voor Teunissen. Staat Van Schie daar helemaal vrij. Indien de bal afgespeeld moet worden, kan dat alsnog. Teunissen dacht, nee, ik maak hem zelf wel. Kiest Van der Terp ervoor om niet lang te fluiten, maar kort. En dan gaat de treffer vanuit de EVO dus niet door. Teunissen in de herhaling. Teunissen geeft even aan, ja, dit deden ze al een keer eerder. Misschien dat Van der Terp er iets mee doet. Is hier volgens Van der Terp de bal niet los? Begrijpt de bank van Dalto het niet? Nee, dat zou ik ook niet begrijpen als ik van Dalto was. En wordt hier vanuit vak D vriendelijk verzocht te stoppen met protesteren. Ja, duidelijk wel hier Van de Goorberg. Ja, dat kan je wel aan hem overlaten. Is DVO ondertussen weer op voorsprong gekomen. Misschien dat jullie dat meekrijgen vanuit de speaker hier. Maar zo niet, dan zal ik er nog even herhalen. 9-8 met het schot van Schulting. Wat, het houdt allemaal niet over. Schulting samen aan het combineren. Uiteindelijk het schot, ja, dat schiet niet op. Dit schiet eigenlijk ook niet op. Van zo'n afstand kan je toch minstens de korf even raken. Dico de Jager en Schulting moeten toch echt het vizier op scherp krijgen. Willen ze meekomen? Want vooralsnog is het Groot Hulzen voor en voor Groot Hulzen na. En aan de kant van DVO is dat Van de Goorberg. Voorlopig de enige twee spelers met het vizier op scherp. Zien we hier het pak van Groot Hulzen voor de verandering een keertje in de aanval. Dus kijken wat Punt neer kan leggen als hij de bal krijgt. Nee, Van de Goorberg gaat er vol voor. Raakt daar Punt in zijn enthousiasme de bal te raken. Is het een overtreding tegen Van de Goorberg? Ja, die vindt dat niet zo leuk, snap ik wel. Maar het was wel een overtreding. Hier dan Punt, die gaat het nogmaals proberen. Opgeven is ook zo. Ja, die legt hem hier netjes binnen. Geen druk vanuit Van de Goorberg. Blijkbaar is Punt dan een stukje scherper. Brunt die hier morgen snel doorspeelt op Gerritsen, die hier, hè? Zullen we het een naam geven of zullen we gewoon lekker doorgaan naar de aanval van Dalto? Hier Bos achter in het vak, zoekt naar Punt met de bal, Groot Hulzen. Er wordt fel op de aangreep gezeten hier door Van Schie, hoor. Dat is toch een risicootje. Ja, terecht Paula Bos die daar een vraag over stelt, wordt nu ook gezegd door Van der Terp, let erop in die aangreep. Volgende keer heb je misschien hem zomaar tegen. Hier Wang in de aangeven. Gerritsen in één stap eigenlijk er langs. Legt hem daar net niet binnen. Goeie kans, goede actie. En krijgt vervolgens in de rebound de bal niet bij Brunt. Anders had Brunt ook helemaal vrijgestaan. Zien wij hier Wezendonk voor in het vak. Zoeken naar de bal. Nou, dan komt ze zelf maar naar de bal toe. Staat hier in de aangeven. Is een makkelijke dame voor in de aangeven. Is best wel lang. Ze komt er goed overheen. Heeft Van der Terp hier een overtreding gezien van de Goorberg. En Van de Goorberg vindt het nu echt wel heel moeilijk te vinden dat er tegen hem gefloten wordt. Zo kennen we hem ook wel een beetje. Mag Groot Hulzen nou de vrije worp gaan nemen? Doet Van de Goorberg daar een beetje raar. Gaat hier vol voor de bal, wordt hier dubbel gecombineerd. En Punt, ja, zoals we Punt vandaag kennen, het is hem nog niet. En aan de kant van Dalto zie ik ook nog niemand warm lopen. Dus ik denk ook niet dat er echt een alternatief voorlopig is voor Gilbert Punt. Die zal toch echt moeten gaan scoren. Dat is de enige oplossing. Hier Wang weer in de aangeef. Maakt zich wel breed. Daar moet ze ook een beetje mee uitkijken.
En Gerritsen met het schot, mooi recht. Ja, de korf geraakt. Makkelijk te rebounden voor Blunt. Is Wang weer met de bal in de steun te vinden. Hoek voorin te vinden. Gerritsen voorin. Krijgt de bal wel. Nou, durft het schot niet aan. Brunt stond toch wel redelijk gunstig naar mijn idee. Gerritsen weer. Nu begint de tijd te dringen. 5 seconden. Brunt met het schot. Rechtschot. Korf geraakt. Krijgt Wang de bal tegen. En zo kan Dalto de aanval weer gaan oppakken. Het wrak van Groothulze met aanval nummer zoveel. Punt voor in het vak weer. Groothulze. Nou, ik denk toch echt dat we Groothulze weer de kans zien nemen hier. Dat is een prima schot. Dat is gewoon weer een doelpunt hoor. Ja, die jongen moet je gewoon laten staan de rest van de avond. Dat doet hij heel netjes. En blijkbaar brengen daar de dames in het vak van Groothulze voldoende steun. Want punt zie ik zelden onder. Is natuurlijk ook moeilijk rebounden tegen Van der Goorberg en Van Haren. Geeft punt hier goed druk aan Van der Goorberg. Kan Van Schie de bal oppikken en vervolgens de korf niet raken. Lijkt me niet helemaal haar bedoeling. Toch gebeurt het. Is het ondertussen 10-10 en zijn we al dicht bij het fluitsignaal voor de rust. Nog 2,5 minuut hebben wij op de klok. Zien wij hier de dames in de steun voor Dalto. Netjes, als dat geluk was, was het heel netjes geworden. Een mooie combinatie anders. Oordeel van de Terp wordt uit de handen gefloten, zegt de assistent tegen de dame. Even aan de kant, die hier stond er eerder. En dan mag Schulting eens gaan kijken hoe de vrije worp vandaag in zijn armen zit. Brunt iets te vroeg, ja, Brunt iets te vroeg. Nou, dan komt Schulting goed weg, want die maakt hem niet. Zet de dame van Dalto haar benen heel breed. Er zit een beetje theater bij, maar ja, dat hoort er een beetje bij. Hier is Schulting voor nog een keer. En dan zien we de jager achter in het veld. En houdt Bob Gerrits hier af volgens de assistent scheidsrechter. Ik kan me daar wel in vinden, gebruik daar gewoon zijn arm. Probeert Alblas daar een tweede aangeef te zetten. Staat goed, gewoon weer de andere weer die daar het doelpunt dit keer kan maken. Het is Nico de Jager. En zo staat Dalto vlak voor rust een doelpuntje voor. Dat is toch lekkerder de rust in gaan dan gelijkspel. Hier Van de Goorberg met de afstandsschot doet hij netjes. Scheelt weer weinig. Zien we Van haar de korfpositie innemen. Daar waar hij goed tot zijn recht komt. Komt de bal er weer aan. Ziet Van de Haren hem kopen. En die heeft hem heel simpel. Zien we Groothulze geen enkel risico nemen tegen Van Haren. Die gelooft het allemaal wel. En dan hier punt met goede druk hoor. Is knapper overheen geschoten door Van de Goorberg. Punt kan niet veel meer betekenen dan dit in de verdediging. Zit er ook gewoon steeds goed bij Van de Goorberg. Dus wat dat betreft begrijp ik wel dat ze hem laten staan. Want Van de Goorberg is by far de gevaarlijkste man aan de kant van de Groene. Moeten we alleen even kijken of ze hier Groothulze weer in stelling kunnen brengen. Want van de rest moeten we het niet hebben. Hier Wezendonk had de bal vast. Dat is wel waar. Alleen oordeel van de Terp vrije worp. En ze had daar misschien wel de kans kunnen nemen. Staat Groothulze klaar. Voor weer een ander. Daar springt Van de Goorberg de finaal langs. Maakt Groothulze hem vrij gemakkelijk. Ondertussen, ik zal het even opzoeken, is dit het zevende doelpunt van Maarten Groothulze. 7 van de 12. Nou, dat is wel netjes. Zijn achtste, hij wordt nu pas geteld op het bord. 8 van de 12. Nou, reken maar uit voor de regenliefhebbers thuis. Dat is toch een mooi aandeel. Hier Brunt voorin. Ja, netjes. Het is gewoon een goed schot. En zo lijkt het allemaal wel opeens heel simpel. Hoeveel passen zouden er in die aanval gezeten hebben? Een stuk of 4. En dan gewoon van afstand erin jakkeren. Ziet Van de Terp hier weer een verdedigende fout. Gebeurt toch redelijk vaak naar mijn idee nu. Zegt de assistent, leuke sok heb je aan. Hier de vrije worp van Schulting. Ja, misschien kan je maar beter blijven afspelen op de jager. Dat is de vorige keer een succes. Maar de heren van DVO stellen zich hier net wat anders op dan bij de vorige vrije worpen, viel me op. Teunis hier met de bal. Van de Goorberg voorin kan met een stap, zoals hij die zo goed kan maken, vrijkomen. Van Haren vrij, neemt hem niet. Nou, met nog 10 seconden moet je met een goed ander concept komen. Hier punt, weer goede druk hoor.
één ding kan Gilbert Punt sowieso wel. Dat is verdedigen. Ik heb nog geen doorbraak van der Goorberg gezien. Zit hier weer goed erbij. Geen korf door DVO. Van Schie tikt de bal. Houd hem binnen. Houd hem niet binnen. Oké. Okay. Geeft Godeels aan hier last te hebben van zijn rechter bovenbeen, knie, denk ik. En lijkt het erop dat Van der Terp floot voor de blessure van Godeels in plaats van dat die bal achter is geweest. Dus heeft DVO nog 14 seconden en 55 seconden op de hele klok om een voorsprong te pakken. Te beginnen bij deze aanval. 12-12, leuk duel. Gaat lekker gelijk op. Het sfeertje zit er ook wel aardig in hier. Ja, en sinds Tome het veld uit is gegaan. Ja, je kan niet zeggen dat het er beter op geworden is, maar ook niet slechter. De ploegen gaan gewoon gelijk op. Misschien had hij even een mentaal tikje gehad van die strafworp. Dat is eigenlijk de enige uitleg, samen met dat zijn schot er niet lekker in zat. De enige verklaring die ik kan verzinnen, want zo'n jongen brengt toch altijd wel gevaar in de aanval. Zien we hier Groothulsen weer als een jonge hertje het veld binnenkomen. Het zal allemaal wel meegevallen hebben. Zal Teunissen hier de bal op halen, is mijn verwachting. Kratje bier erop. Nee, het is Van Schie. Nou, ik ben iemand een kratje bier verschuldigd. Hier Teunissen met Van Haren in de steun. Zal wel een tolletje volgen door Teunissen. Helemaal goed. Van Haren nog 16 seconden. Van der Goorberg voorin. Ja, die hoeft de bal maar te hebben en te stappen. En die kan schieten. Ja, ziet Van Haren hier alleen de bal aan zich voorbij gaan. Kan Teunissen het rebound-duel begrijpelijk niet winnen van Wezendonk. Is toch een halve kop groter. Groothulsen met een strakke bal. Iets te strak voor zijn teamgenoten. Die gaat uit, net even buiten beeld naar mijn idee. Heeft Van der Terp iets gezien? Ietsje, nou, een metertje terug neem ik aan dat het was. Is Wangi met de bal. Zal eens even kijken waar die gaat plaatsen. 23 seconden. Dan hoeft DVO geen haast meer te maken. Kunnen ze de bal hier houden totdat er een mooie kans voorbij komt. Hier Van Schie die er eigenlijk doorheen wil. Met Van Haren in de steun. Teunen ze weer in de buurt voor de tolletje. Groothulsen met een klein beetje theater zoals we hem kennen. Van der Goorberg. Laat me raden. Eén stap en schieten. Heel netjes. Ja, dat is haast niet te verdedigen. Nou, alleen nog maken die doelpunten. En zo is het einde gekomen aan de eerste helft. Gilbert Punt. Ja, niet zoals zijn naam doet vermoeden sterk in de punt, maar ja, misschien in de punt van de tegenstander. Verdedigend doet hij het heel netjes. Aanvallend is het even aanhaken. Genoeg kans gehad, dat wel. Maar als je een jongen als Groothulsen naast je hebt met 8 doelpunten uit 12, hoef je eigenlijk ook niet veel aan te vallen. Krijgt hij nou wel veel handjes klap aan zijn teamgenoten van kom op Gilbert. Hier komen de prijzen na de wedstrijd af te halen in de regering.
Ja, we zijn. Oké. Even kijken of dit beter werkt. Test. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Beter hopelijk. Tot zo.
Zo. Ik heb het idee dat ik nu beter te horen ben. Ik zal het microfoon iets verder weg doen. Ik zie op het scherm het af en toe nog in rood komen. We kregen bericht dat het een vervelende ruis was op de microfoon. Dus we hebben nu van microfoon gewisseld. En het kan natuurlijk ook zijn dat ik zelf de vervelende ruis was. Het zal wel weer een goede grap zijn geweest. Nou, we zijn begonnen met de tweede helft van Davy Odalto. Hier gelijk het schot vanuit Dalto. Goed gereboundd, hier de jager voorin samen met Schulting. Nog weinig gewijzigd aan dit vak. Schulting met het schot, valt te kort. De jager die hem rebound vanuit het voorvak. Schulting nogmaals met het schot, raakt Brunt hem daar misschien een beetje. Maar dat mag doorgespeeld worden in de rebound. Krijgt DVO de overtreding mee. Dat is prettig. Loopt de dame van Dalto daar een beetje suffen tegenaan. Is er wat theater bij vanuit de hang om te laten zien. Ik ben bang dat Van der Terp dat zonder theater ook wel gezien had. Is ondertussen de worsteling begonnen om de bal naar het andere vak te brengen. Doet Dalto er alles aan om die bal hier te houden. Als het 12-12 eindigt zullen ze misschien wel tevreden zijn. Ik weet het niet. Gerrit hier. Met in één keer de bal naar het andere vak. Doet hij netjes. Zie je alleen in de korrelbaliek. Hier Van Schiet, Teunissen, Van de Goorberg. De heren onder. Er is... Ja, Gerritsen Van de Terp doet het nog een keertje. Nou, dat moet hij natuurlijk gewoon niet doen. Sterke floten. Schulting met de strafworp. We hebben er al één gemist zien worden. En Schulting doet daar niet aan mee. Staat het 13-13 binnen de halve minuut. Binnen de anderhalve minuut. Kan Brunt de bal uit gaan nemen. Nog steeds het gezicht op oorlog. Net als in de eerste helft. Zullen we zien wat hij gaat uithalen met Dico de Jager onder de korf. Staat niet ideaal. Staat nu wel goed. Schiet hang. Raakt de korf. En het geluid is veel beter zo horen wij. Nou, dat is altijd fijn om te horen. Altijd is de input vanuit de luisteraars welkom. Het is natuurlijk allemaal, komt allemaal binnen op de Twitter. En als je mij of... de technische man kent, kan je gewoon een appje sturen als er iets aanschort. Hier Hoek met het schot, goede druk, knapt eroverheen, wordt de korf geraakt, vindt Van der Terre blijkbaar ook. Hier Huang, die zit verdorie toch wel veel theater aan die Taiwanese dame hoor, daar moet ze iets minder energie in steken. Dat is natuurlijk lullig als je onderuit gaat, maar gewoon even doorspelen. Hier Dalto in de aanval, het vak van Groot Hulsen, nou die heeft de 8 gemaakt in de eerste helft, waar zetten we hem neer onder de korf. Hier... het schot vanuit Dalto heeft DVO de bal en wordt er alsnog gefloten. Had wel doorgespeeld kunnen worden. Van Schiet die het bal uit het vak brengt. En was het daar Bos met het schot vanuit DVO, vanuit Dalto. Hier Huang met een airbal vanaf een halve meter leek het. Maar de klok gaat opnieuw, dus ik heb het verkeerd gezien. En Hoek met een goed schot. Is er ook zichtbaar blij mee, dat begrijp ik ook wel. Loopt het vak van Huang wel aardig eigenlijk. Scoort twee keer vrij snel. Hier Van de Goorberg achter Groot Huls aan. Wordt het schot voor de tweede keer gemist vanuit Bos. Is de bal voor de tweede keer voor DVO. Gaan we zien hoe Huang zich herpakt. Wellicht zit Gerritsen hier achter in het vak samen met Brunt. Brunt met het schot. Geen gek schot, maar niet te rebounden. Tikt Gerritsen daar nog even gauw de bal uit. Zou DVO er kort op kunnen gaan? Gebeurt het alleen iets te laat door Huang. Die twee dames zijn wel een beetje aan het bakkeleien hoor. Die moeten gewoon gaan korfballen. Is natuurlijk wel leuk, een beetje etteren. Maar Huang die verstaat er natuurlijk niks van wat Dingemans dat aan het mompelen is. Tenzij het in het Engels is. Ze spreekt wel Engels. In tegenstelling tot de dames bij Dalto. Als ik het goed heb gehoord. Hier Van de Goorberg van achter raakt hem blijkbaar niet in zijn poging. Van een Groot Hulsen. Ook vanuit Groot Hulsen ook geen protest, dus die zal hem ook echt niet geraakt hebben. Dan is het een beetje eigenaardig om zo'n kans te laten liggen. Hier Hoek met de doorbraak, wordt daar geraakt, wordt goed gezien. Sterk gefloten weer Van de Terp, die is toch altijd weer op het juiste moment op het juiste plekje om te zien. Hier Brunt, die oefende een strafworp in de rust, maakte hem nou weer. En dan zien we dat het gaatje twee doelpunten is. Ondertussen tweede doelpunt van Dennis Brunt. Hier Dalto met Schulting en met de jager. Achterin is het weer Bos. Raakt weer het schot niet. Is het natuurlijk niet Bos. Mijn excuses is het Alblas. Alblas voorin te vinden. Maar krijgt Dingemans daar de bal niet meer. Zou in eerste instantie Schulting aangespeeld hebben. Maar
dankzij Dennis Brunt en zijn inktvis tentakels, zoals mensen het hier wel eens noemen, gaat dat feestje niet door. Hier Teunissen van afstand, kan rustig schieten. Nou, dat zien we wel vaker. Als hij gewoon netjes op twee benen kan schieten, gebeurt hier ondertussen iets heel raars in het aanvalsvak van DVO. Van Haren liep met de bal op. En dat ging Dalto niet snel genoeg, terwijl de tijd gewoon zuiver is. Dus je schiet er niks mee op. Zien we hier René Sietsma invallen voor Gilbert Punt. Nou, eens kijken of hij verdedigen net zo goed mee kan. Oh nee, niet voor Gilbert Punt. Mijn excuses. Voor Schulting komt hij erin. Zien we hier de jager samen met de Taiwanese dame van Dalto. Mevrouw Wen. Nou, in dit vak dus gelijk twee nieuwe mensen. Je zou denken, met Groot Hulsen in je vak hoef je ook niet te wisselen. Dus dan zijn die twee wissels aan het andere vak wel besteed. Hier Wen met Dingemans. Dingemans zoekt naar een aangeef. Ze komt daar uiteindelijk de jager in de aangeef. Speelt Wen de bal er netjes eronder door. Wordt daar de bal uit de handen gespeeld. Is het een terechte strafworp? Naar mijn idee kan Fleur Hoek zich daar niet in vinden. Nee, dat zal ook eens wat zijn als mensen het wel oké vonden als ze een strafworp tegenkrijgen. Dus dat is heel begrijpelijk. Hier een strafworp. Een randje eroverheen. Netjes, ziet ze maar. Nou, niet koud in het veld, maar wel net een momentje in het veld. Gelijk zijn eerste doelpunt binnen. Dat is natuurlijk lekker. Is het gaatje 2. Weer. Zien we Wang hier tegen Wen. Die kennen elkaar natuurlijk goed. Die beginnen elkaar al een beetje te duwen en te trekken. Wen vindt het allemaal mooi. Hier Gerritsen op zoek naar de kans. Kan hem uiteindelijk niet wegleggen. Hier Hoek, mooie afstand. Goed te doen. Brunt met de rebound. Helemaal prima. Staat Wang er al klaar voor de bal. Hebben we nog 20 seconden om te kijken of we de korf kunnen raken. Hier Gerritsen, Brunt van dichtbij. Nee, geen korf. Ziet de aangeef, ziet de assistent scheidsrechter wel een overtreding. En de scheidsrechter niet. Die stond er zo dicht op dat hij er waarschijnlijk overheen keek. Legt Sietsma daar de bal netjes neer voor de strafworp. Vindt Dingemans het ook wel welletjes. Gaat ook aan de kant. Gaan we kijken. Brunt voor zijn tweede strafworp in de tweede helft. En die zit erin. Het was net als de strafworp van Sietsma. Randje, randje. Maar ze tellen allemaal als ze er maar doorheen gaan. Ondertussen zien we het vak van Groot Hulsen. Samen met Bos. En hier Groot Hulsen weer. Met Punt. En zien of Punt tot een goede doorbraak kan komen. En dat is steeds een strafworp. Ja, nou heel goed gedaan door Gilbert Punt. Wordt nou verdedigd door Chris van Haren. En heeft blijkbaar een zwak plekje gevonden. Maakt daar een goede actie. Is Groot Hulsen niet te beroerd om die strafworp te nemen. Ook weer op het randje. De jongens maken er een sport van. Is het gaatje weer 2. Zolang als dit gaat kan Dalto nog aanhaken. Het is steeds een gaatje van 3-2, 3-2. Hebben we hier Van Schie op Van de Goorberg. Van de Goorberg in de steun. Teunissen met het schot. Weer op twee benen. Wel goed recht weer. Korf ook geraakt. Kunnen ze weer gaan bouwen. Maar Van de Goorberg vindt het wel goed. Die schiet er maar gewoon. Had er net zo goed in kunnen vliegen. Maar dat is natuurlijk nooit de rebounder voor Van Haren. Zien we hier het vak van de twee wissels. Hier Wen aan de bal naar Dingemans. Sietsma gaat rebounden tegen Dennis Brunt. Hier Wen met het schot. Goed schot hoor. Het is goed recht. Dennis Brunt met het rebounden wel. Krijgt hier de overtreding mee. Even wachten tot de scheidsrechter de kant aan gaf. Het was mij ontgaande overtreding. Maar dat is nooit vervelend als de groenen de bal mee krijgen. Hier Hoek op Brunt. Die nog net de bal kan controleren. Dat was een lijp balletje. Van Haren op Teunissen, Van Schie. Hier Van de Goorberg weer in de steun. Hij kan natuurlijk die ballen zo kwijt met die dames. Dan gooit hij ze zo overheen. Teunissen met een goede actie, maar krijgt de bal niet. Van Schie uiteindelijk met een zeer matig schot. Dan zien we hier Dingemans voorin met Wen. Wen houdt wel van aanvallen, zien we. En blijkbaar houdt Wang niet van verdedigen. Want Fleur Hoek is nu direct de tegenstander van Wen geworden. Wen voorin, het wordt toch tijd dat hij een doorbraak. Oeh, netjes hoor, raakt de korf. Goede actie van die Taiwanese dame. Krijgt Dingemans hier vanaf die afstand niet eens de bal tegen de korf. En wordt er tegen Dalto gefloten weer. Komt DVO daar toch tweemaal goed weg. Eén keer Dingemans, één keer Wen. Is Wang hier met de bal aan het klooien.
Ik zou zeggen, speel lekker door. Gaatje van 2 is natuurlijk nooit veilig. Zeker in de korfbal ligt niet. En zeker als je kijkt naar DVO Dalto. Zo scheen er vorig jaar bij DVO Dalto een wedstrijd te zijn geweest waar het gat iets groter was. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Hier Van de Goorberg op Van Schie. Van de Goorberg weer op zijn favoriete positie in de punt. Met het schot, met de korf. Chris van Haren net met de rebound. Doet hij goed. Van de Goorberg in alle rust. Oeh, die draait hem maar net uit. Goed schot van de Goorberg. Die, ja, helemaal niet gek dat hij aanvallen leuker vindt dan in de steun spelen. Hier Wendt met het schot. Krijgt geen druk, kan gewoon aanleggen. Probeert Bob Gerrits ondertussen op zijn benen te blijven. Terwijl dat bij Sietma niet lukt. Wordt Brunt hier tegen de paal aangezet. Ja, dat is wel een domme overtreding hoor. Vindt Groot Hulse hier van alles en nog wat van. Maar ondertussen is het gewoon een domme overtreding van Sietma. Moet hij gewoon niet doen. Hier Van de Goorberg, mooie beweging, wordt er aan de paal gezeten. Lijkt Chris van Haren zelf te doen. In zijn duel om de rebound raakt weer de korf van de Goorberg. Het Wezendonk hier de bal vast. Is punt blij met de onderschepping. Viert het nog even. Het is heel dichtbij Van de Goorberg. Nou, hè, dat spelletje kan Van de Goorberg prima meespelen. Ik denk eerst volgende doelpuntje dat hij punt even bedankt voor het niet geven van de druk. Hier zien we Sietma aan de bal. Wen weer in de buitenkant van de vak. Blijkbaar ingebracht om daar eens eventjes aanvallend impuls te geven. Wel weer een aardig schot hoor, maar willen nog niet echt vallen. Naar mijn idee hier een voetbal vanuit Dalto Driebergen. Vindt Dingemans dat van niet. En uiteindelijk stiekem toch wel. Maar de balverlies is natuurlijk nooit leuk. Zeker niet in zo'n... ja, we mogen het eigenlijk wel een derby noemen zo ondertussen als deze. Van de Goorberg in de steun. Kan elke dame op de wenken bedienen. Van Schie weer met een zwak schot. Je zou denken, Saskia van der Zee heeft toch een paar wedstrijdjes meegepakt in DVO 1. Die zou daar best wel eens een ander schot kunnen vuren. Misschien een idee om die eens te laten lopen. Oh, die trekt toevallig ook de trainingsbroek uit. Dus dat is mooi. Die zal er wel in komen voor Van Schie, is mijn verwachting. Hier Wendt met het schot. Alle schoten zijn eigenlijk wel goed recht, alleen het mist nog een beetje de precisie. Zien we hier Dingemans, kan ook makkelijk uitdelen over hoek heen. Wendt die weer goed vrijkomt. Hoek die ook geen... risico's neemt, want ja, zolang jij niet raak schiet, hoef ik je echt niet volledig te sluiten. Ziet Wang eruit alsof ze de marathon heeft gelopen, maar ik ken haar nog niet goed genoeg om te weten of ze er ook echt doorheen zit. Kan ze hier Dingemans volgen. Dingemans natuurlijk niet de snelste dame van de league, dus dat is goed te doen voor Wang. Zit Hoek hier er goed bij Wen? Misschien heeft Wen dat wel nodig. Nee, die raakt de korf niet. 3 seconden, Dingemans met de doorbraak. Ja. Gaat Wang daar volledig in de baan staan, kan niet mee in de achteruit. Begrijpt het niet goed, maar de strafworp voor Dalto. En ondertussen wordt de tactische time-out ingezet. Vanuit DVO account hoor. Zien we hier Saskia van der Zee. Al helemaal een wedstrijd er nu. En Huang. Ja, als die uitleg in het Engels gaat, kan ze het meekrijgen. Maar voorlopig zal het blijven. Bij de tonen die Gerald Aukers uitslaat. Aan de andere kant Dalto. Zien we een paar handgebaartjes van Jorrit Bergsma. Ja, Wen spreekt naar mijn idee ook nog geen Engels. Dus dat wordt iets lastiger aan die kant. Gaan de teams weer het veld in. Zien we Marvin Tonen nog steeds lekker warm lopen. Die is klaar om zijn revanche te nemen als ik hem goed zie. Ja, en daar hebben wij Saskia van der Zee voor Janine van Schie. Begrijpelijke wissel. Krijgt nu nog sportief een handje van Wezendonk. Even kijken of dat over 10 minuten nog steeds zo is. Ondertussen Sietma met een makkelijke kans. En dus een makkelijk doelpunt vanaf de 2,5. Siet van der Terp hier. Jij staat 1 meter te ver naar voren. Wij beginnen bij de middenlijn, bij het korfballen. En we doen het wanneer ik zeg... Oh. Het ging niet... Hij zal eventjes zeggen dat het heel duidelijk is. Middenlijn. Middenlijn gaan we uitnemen. De rode lijn. Godverdorie. En blijkbaar vindt Groot Hulse dat nog onduidelijk. Is het de gele lijn? Is het die gele lijn? Nee, het is de rode lijn. Kijk, daar waar Van Haren nu... Ja, hij staat nou niet op de rode lijn. Hé, de rode lijn jongens. Ja, de rode lijn. Ja. Ik kon het niet verstaanlijk verzinnen, maar iets bij hoor. Hier, hè?
Ja, hij zei het wel. Oh, dat is mooi. Ja, ik heb een cursus liplezen overslaan. Hier Van de Goorberg met de doorbraak. Nee, met de actie. Hier, Gilbert Punt. Netjes hoor. Hele goede druk. Verliest Teunissen daar de steun. En kan Dalter snel over naar de aanval. Met Wen Dingemans. Hier ziet Sietsema in de steun. Wen weer voorin. Die kan ook wel een beetje tel aan de haar gebruiken. Goede actie naar binnen. Is Fleuk helemaal kwijt. Goede actie zeg. En een doelpunt. Heel netjes. Kan niet anders zeggen. Heel netjes. Is naar mijn idee een iets minder excentrieke, extravagante speler dan Huang. Huang zie ik nog wel veel explosieve bewegingen maken, handgebaren, beetje theater. En Weng is gewoon links-rechts schieten, doelpunt en door. Nu verdedigen. Hier Hoek, goed schot ook weer, binnenkantje korf. Zien we Gerritsen een leuk duel aangaan met Sietsema hier. Kijk eens. Ja, dat is mooi. Vind ik mooi dat de scheidsrechter dit ook laat spelen. Dit moet kunnen. Groot Hilsen hier met de bal op nog steeds Bos. Die is niet gewisseld. Dingemans. Ja, dit vak is nog redelijk hetzelfde door Gilbert Punt in de steun en de rebound. Op de voorkant van de korf krijgt hier een strafworp tegen. Van Haren vindt dat heel vervelend. Dat snap ik ook wel. En kan Dalto weer een voorsprong pakken. Groot Hilsen met nummertje 9. En vanaf nu nummertje 10. Nou, als ze hem niet winnen of gelijk spelen, kan Groot Hilsen nog een zure avond hebben. Maar hij zal in ieder geval tevreden kunnen zijn over zijn percentage uiteindelijk. Hij heeft 10 doelpuntjes erin liggen van de 18 in je hoek met het schot. Netjes hoor. Daar zie je Fleur Hoek toch wel weer opstaan. Die komt altijd weer voorbij als DVO het moeilijk heeft, heb ik het idee. Als het makkelijk gaat, maakt ze niet. En dan als het iets lastiger is, zien we opeens een hoekschot. Een hoekschot, ja, hè? Maar goed, we gaan door. Hier nummer 8 voorin. Dico de Jong, de jager. Hoppakee, ziet maar met een mooie rebound. Ziet Brunt daar een beetje theater, naar mijn idee. Of hij krijgt een tikje waar je hem liever niet wil hebben, omdat je dat later op de avond misschien nog kan gebruiken. Er is een feestje bij DVO, dus misschien heeft hij hem nog nodig. Je weet het niet. Ik zou nou ook niet in de schoenen willen staan van de verzorger. Als dat eruit gemasseerd moet. Ging overigens volledig niet met opzet in het rebound duel. Hopelijk kunnen ze er dadelijk een beetje om lachen. Heeft Dalto volgens mij nog steeds de bal dadelijk als we gaan beginnen. 25 seconden weer. Ja, dat is een beetje het nadeel van... Rebounden. Daar kunnen nog wel eens dingen komen waar je ze niet wil hebben. Nou, hij telt ze nog eens even na. Allebei nog, ja, allebei nog. Van de Terp naar de reserve die zegt, goh, volgens mij ben jij geen coach. Ga jij eens even lekker zitten of warm lopen. Ik kan je niet verstaan, zegt ze twee keer. Maar dat is natuurlijk een beetje spelen met de scheidsrechter en trapt er nog in. Wat een mooie stad. Moet kunnen. Nou wachten we net zo lang tot die dame gaat zitten en de mond houdt. Ja? Mooi. En dan vraagt Huang, ja wat zeg je nou in het Nederlands? Begrijp er geen klote van. En die arm mag wel erbij. Oké. Nou, hier hebben we Sietema weer met de jager. En Wen. Ja, Wen net met een mooi doelpunt. Kijken of dat herhaald kan. Fleur Hoek hier met goede druk hoor. Dwingt Wen tot lopen en zo kan DVO weer op zoek naar de voorsprong. Want het is ondertussen 18-18, 13,5 minuut nog op de klok. Van de Goorberg voorin kan ze actie maken, strafworp helemaal terecht. Kan niet vrij combineren met Teunissen of de overtreding op Teunissen was of Van de Goorberg. Kon ik in de gauwigheid even niet zien. Misschien wel op allebei. Hier Van de Goorberg met de straf. Oeh. En Van Haren die het aandurft. Nee. En het ook laat liggen. Nou. Nou, zo staat het gelijk. Had DVO daar twee doelpunten in één aanval kunnen maken. Doen ze niet. Blijft het spannend. Ook wel leuk. Hier Wen met een schot van ver. Ja, dat is eigenlijk niet zo'n goed schot voor de eerste keer. De andere schoten vanavond wel sterk. De bal is erachter voor DVO. Ja, want DVO Dalto is raak hem als laatst. Is Van de Terp er als de kippen bij om eens even te zien wat er zich daar afspeelt. Viel allemaal wel mee. Huang weer met een beetje theater. Ja, Dingemans is nou eenmaal een stukje groter dan jij. Het zal niet de eerste keer zijn als ze al langer korrelt. Hier Brunt.
Goede looplijn wordt er geraakt door Siets. Maar ja, dat is een hele makkelijke overtreding om te fluiten. Van der Terp denkt, nou neem hem daar dan ook maar. Je hebt hem verdiend. Hier DVO weer in aanval met Van der Zee. Eens kijken wat die wissel opbrengt. Schijnt een goede aanvallende dame te zijn. Blijft ook voorin hangen. Denkt Van der Goorberg, ik doe het zelf wel. Oeh. Daar is Van der Goorberg dicht bij zijn revanche van zijn strafworp. Kijken of die herhaald wordt. Ik neem aan van wel. Dat is altijd een beetje een ding herhalen op degene die schiet. Kan daar de bal niet vrij spelen. Van der Zee hier. Zonder korf. Nou, je zou het toch niet zeggen. Die krijgt daar zoveel druk dat ze de korf mist. Maar goed, eerste schot. Hè. Het is voor iedereen even wennen. Korfballiek binnen. Geen wind. Hier Wen wel met de korf. Stukje verder dan Van der Zee zojuist. Wel met wat druk. Niet heel veel over Fleur Hoek is natuurlijk ook heen te schieten. Is Wen hier met de actie naar binnen. Gebeurt niks. Van Haren gaat Hoek hier tegen de grond. Hoek is er inmiddels weer bij. De jager met het schot. Niet met de korf. Brunt met de rebound. Een beetje in de rug. Zegt Van der Terp, speel maar door. Dat mag allemaal. Hier het schot van Sietma. Wordt de korf geraakt en heeft Dingemans de rebound. Hier de jager met het schot. Netjes hoor. Dat is een goed schot. Krijgt ook niet voldoende druk van Gerritsen naar mijn idee. Maar dat is natuurlijk ook niet de hele wedstrijd vol te houden. Hier Van der Goorberg met Van der Zee in de steun. Heeft de bal nu onder controle omdat ze op de hand werd getikt. Prima gezien door Van der Terp. Nul discussie. Gaan we zien of Teunissen zo'n vrije bal er weer in kan werken. Nee is het antwoord. Zaten de dames van Dalton ook wel erg dicht op. In haar verdediging. Hier Van der Goorberg zoeken naar ruimte voorin. Van der Zee, mooie timing hoor, die aangeeft. Van der Goorberg goede druk gekregen, maar maakt hem. Ja. Ja, dat is Van der Goorberg ten voeten uit. Ver. Onder druk. En hem dan gewoon alsnog maken. Geeft Van der Goorberg aan last te hebben van het een en ander. Gaat door zijn knieën. Wil verzorging, heb ik het idee. Van der Terp wijst, dit is maar Van der Goorberg. Hij heeft ergens last van. Kijk even naar hem. Is er een wissel aan de kant van DVO? En als ik het goed hoorde, kwam Janine van Schie terug in het veld. Ja, die zien we nu in het vak van Fleurhoek. Die is volgens mij van vakje A naar vakje B gegaan. En vakje D is ondertussen hartstikke rustig. Van Schie erbij. Misschien om Wen af te houden. Fleur Hoek is natuurlijk niet de beste verdedigster die DVO heeft. Van Schie is van nature naar mijn idee iets wendbaarder. Dus dat zou heel logisch zijn. En in het vak van Groot Hulze zien wij mevrouw Liemann het veld binnenkomen. Ik ben even kwijt voor wie. Maar die zullen we snel genoeg missen. Ik denk Kelly Alblas. Want die zie ik niet meer lopen. En je kan niet met vijf dames spelen. Hier Liemans met de eerste balcontact. Doet ze verder heel netjes. Met voorin Gilbert Punt. Ja, Gilbert Punt. Ga jij naar onder staan? Ik heb er ondertussen 10 in liggen. Laat mij nou lekker schieten, joh. Met Van der Goorberg op zijn neus. Ja, is het toch iets moeilijker schieten, heb ik het idee. Probeert Groot Hulze hier nog een beetje te hinderen. Een beetje te jennen. Hoort er allemaal bij. Vind ik op zich wel mooi. En Hoek hier met een mooie kans hoor. Goede afstand. Goed vrijgekomen. Maar ja, als je hem niet maakt, dus wordt het moeilijk rebounden met drie mensen van Dalton onder de paal. Zegt Wezendonk, gooi die bal nou. En met dat ze wegloopt, krijgt ze die bal. Het is maar goed dat ze ook nog opletten. Hier wordt het netjes verdedigd door Van der Zee hoor. Die zag Van der Zee even niet aankomen. Nou, heeft Van der Zee toch nog een concrete toegevoegde waarde nu al. Zien we hier Hoek voorin met de bal. Van Schie achter in de hoek. Gerritsen met de bal. Van Schie schiet. Schiet op de korf. En de 25 seconden schieten op de shotklok. Zien we hier Brunt is een beetje zoekende. Weet niet zo goed waar hij nou heen moet. Gaat de bal niet ontvangen. Moet dan maar gaan rebounden. Maar heeft geen plekje onder de korf. Helemaal geen rebound. 12 seconden nog. Ja, wordt Gerritsen daar geraakt. Maar die had de bal nooit gehad. Gewoon doorspelen. Zien we hier voorin Groot Hulze. Van der Goorberg is nu toch echt gedreven hem af te houden van dat 11e doelpuntje. Zien we inderdaad dat Gilbert Punt aangespeeld wordt voor Groot Hulze met de doorbraak. Oeh, dat scheelt heel weinig. Of we op nummertje 11 kunnen noteren. Baalt daarvan, snap ik wel. 11 is altijd leuker dan 10.
Hier Hoek met de bal, Brunt in de steun. Nou, dat laten de heren van Dalton gewoon toe. Zien we Hoek schieten, helemaal vrij. Moet kunnen. Raakt alleen de korf. Zien we Gerrits hier, ja. Eventjes proberen voor Brunt het makkelijker te maken, de rebound te pakken. Zien we Hoek met de doorbraak, is er langs, wordt geraakt. Maar neemt de bal niet, ja, dan kan je ook niet fluiten voor een strafworp of zoiets dergelijks. En als je dan weer landt op je voetjes, is het lopen. Hebben we hier Groot Hulsen? Ik denk toch echt wel dat die man nog wel zijn 11e doelpunt gaat maken. We hebben nog 9,5 minuten op de klok staan. Komt hier Wezendonk in de steun. Zien we hier Groot Hulsen? Nou, die is nog lang niet moe. Met punt, met het schot. Dit dan? Nou, wel de korf. Dat is in ieder geval iets voor zijn vak. Liemans met de rebound. Die is volgens mij ook echt puur en alleen hiervoor in het vak gebracht. Alleen maar uitspelen op punt. Oeh, punt met de doorbraak. Netjes hoor. En het doelpunt. Ja, Groot Hulsen is er blijer mee dan met zijn eigen doelpunten. En dan zien wij dat Gilbert Punt zijn eerste doelpunt te pakken heeft. Helemaal mooi. En hier zien we de rentree van Marvin Tonen. Er moet toch echt aanvallend iets gebeuren, vindt de coach van DVO. Brunt hier weer in de steun. Kan deze bal wel hebben, maar Hoek zegt dankie de koekoek. Gooi hem er wel gewoon doorheen. En weer Fleur Hoek, als het belangrijk is. Komt zo met het hoekje kijken en gooit ze die bal erin. Zien we hier een wissel, gaat Liemans eraf. Blijkbaar geen goede verdedigster. Komt Paula Bos erin. Ja, Liemans, nou, wat ik zag, vrij lange benen, vrij lange armen. Misschien niet de meest behendige dame die ik kan hebben. Dan geloof ik wel dat Paula Bos verdedigend de verstandige keuze is. Hier Tomen met goede druk op Dico de Jager. Zit Wen. Wen is hier gewoon weer langs. Ja, zo makkelijk kan het gaan. Dan gooit de Jager hier de bal er overtuigend in. Ja, dat is een beetje het nadeel in de verdediging. Gerritsen versus Tomen. Tomen kan je overheen schieten. Gerritsen is iets langer. Van der Terp had even een momentje. Is er nu toch echt weer bij. Van der Goorberg op Van der Zee. Op Teunissen zien we hier een overtreding van Chris van Haren, als ik het goed heb. Als ik Van der Terp mag geloven. Het is mij ontgaan. Begrijpt het niet. Geeft ook aan, ja, ik sta met mijn arm omhoog, maar niks meer aan te doen. Dalton een aanval. Hier de Jager op Dingemans, op Wen. Ja, Wen staat weer lekker voorin, kan gewoon schieten. Dat is netjes. Maar dan mag Fleur Hoek er nog wel even een stapje erbij zetten hoor. Wen staat gewoon stil zonder aangeef, mag je wel iets meer druk erop gooien. Hier dan nog een keer het schot. Is Van Schie tegen Dingemans gaan verdedigen, wat ik eigenlijk niet had verwacht. Dacht dat de wissel in eerste instantie voor het verdedigen was. Blijkbaar niet zo. Zien we hier Hoek achter Wen aan. Tomen achter de Jager aan. Dat was net niet zo'n succes. Kijken of Tomen nu wel kan afhouden. Nee, bijna de doorbraak toegelaten. Brunt erachteraan. En het doelpunt. Dat is netjes hoor. Ziet maar met het gaatje van 2. 7 minuten te spelen. Worden toch nog krapjes voor de EVO. Die mogen nu toch echt een tandje bij gaan zetten. Willen ze nog kans maken. Goed, aanval van DVO met Van Schie erin. Die is er net 5 minuutjes ingekomen. Van Tomen, ja, Roy McKay misschien. Tomen hier met het schot, wel een aardig schot op zich. Als die jongen zijn schot heeft, dan gaat het lekker en niet, dan krijgt hij hem ook niet meer. Dus we gaan het zien. Begin van de wedstrijd had hij zijn schot niet. Hier Brunt in de steun, daar hoort hij ook wel een beetje thuis. Tomen met de actie, nou hoeft niet veel te doen om vrij te komen, maar dat schot ziet er ook niet uit. Tomen met de herkansing hier, nou dat ziet er beter uit. Nou dat ziet er heel goed uit als je voor DVO bent, dat is gewoon een doelpuntje. Dat is belangrijk voor hem. En dat is zijn eerste doelpunt van de wedstrijd heb ik het idee, althans bij ons op het scorebord. Hier zien we Wezendonk, een beetje tollen. Met Liemans weer, ja daar is ze weer in de aanval. Dat is blijkbaar geen sterke verdedigende dame. Chris van Haren met, ja hij steekt zijn hand op, maar echt druk kan je het niet noemen. Groot Hulsen gaat nu een keer niet aanvallen. Punt, ja. Ik denk dat Groot Hulsen daar beter kan aanleggen dan punt, maar goed. Zien we hier Van Schie in de aanval, snelle dame. Wen is evenals een snelle dame. Schie het tolletje, laat Wen toe, handjes omhoog. Helemaal goed. Hier zien we Hoek, Hoek voorin. Samen met Tomen, twee mensen die goed kunnen schieten en twee mensen die niet al te groot zijn. Hoek hier, oeh, die draait eruit. 6 minuten, 18 seconden, 21-22. Het begint zo toch best wel een apotheose te worden van heb ik jou daar. Hier Groot Hulsen onder de
paal. Ja, dat kan je ook doen. Ja, ik wou net zeggen, zet die dames er maar neer. Althans, in ieder geval niet Groot Hulzen. Ja, die kan daar de bal niet onder controle krijgen. Zwakke paas van Wezendonk of Groot Hulzen begrepen. Niet één van de twee. Ik laat het in het midden. Hier van de Goorberg zoek ik Groot Hulzen eventjes op. Zien we van Haren. Groot Hulzen die zal hem wel gaan aanraken. Ja, nou, daar heb je het al. Van de Terp zit er dicht op. Ziet het allemaal aan. Kan gewoon allemaal door. Hier van de Zee. Buiten beeld voor jullie misschien thuis. Maar zo in de gauwigheid lijkt dat eventjes van Schie. Hier Hoek. Van Schieloof natuurlijk in dit vak. Hebben we Hoek hier. Ja, ja, zonder aangeef gaat het moeilijk worden. Hebben we hier de dames voorin. Hoek die vrij kan aanleggen. Heeft Brunt hier de rebound. 14 seconden. Dat wordt nu toch wel krap. Ik zou toch maar eens aanleggen. Hier goede druk hoor. Geen korf. En heeft Dalto de bal. Nog 25 seconden. En lijkt het erop alsof Davio hier de wedstrijd gaat verliezen. Vooraf beloofde dit al een spannende wedstrijd te worden. En het blijft een spannende wedstrijd. Met nog 15 seconden op de klok. Kunnen ze dit gewoon uitspelen. Want de schotklok heeft nog 15 seconden. De klok heeft nog 12 seconden. Dat is dan helemaal geen probleem. Maakt Van der Goorberg hier een overtreding. Doet hij op zich slim. Anders kom je er niet meer uit. Maar mijn verwachting is dat ze deze bal dus echt niet gaan schieten. Nou, Groot Hulzen, ja, zoals verwacht gaan ze deze niet schieten. 4 seconden, 2 seconden. Ze schiet nog, ze raakt de korf. Hier de rebound voor Van Haren. En dan is het afgelopen. Verliest DVO hun eerste wedstrijd in eigen huis. Ja, of je het terecht moet noemen, weet ik niet. Maar Dalton was gewoon wel echt scherper op het einde van de wedstrijd. Ja, en dan worden de knikkers verdeeld. Dus je zou kunnen zeggen, op zich terecht. Veel kansen laten liggen aan beide kanten. Dat zomaar andersom kunnen uitvallen. Maar dan is het toch Dalto met Wen die daar aan het langste eind trekt. En Jorrit Bergsma, eerste seizoen in de Korfbal League als coach, als ik het goed heb. Lang in de Korfbal League gespeeld. Hoogste niveau van Nederland. Nou, die pakt gelijk de volle winst in een belangrijke wedstrijd. En is de volgende wedstrijd tegen DOS 46. En dan wens ik u nog een fijne avond. Voor uw aanwezigheid.